Welkom bij de nieuwe tutorial van Jolanda Zaakwereld. Heel veel plezier! Welkom bij Jolanda's Haakwereld. Goedemiddag. Nou, daar waren we weer. We zijn weer terug van het verhuizen. De rust is een beetje weer teruggekeerd. We zitten erin en natuurlijk, het is een klushuis, dus je hebt altijd wel wat te doen. We hebben een grote tuin, echt een hele grote tuin en een voortuin. Dus dan weet je ook dat je veel werk hebt aan qua onderhoud en met onkruid enzovoort. En snoeien en maaien enzovoort. Maar het is ook wel weer leuk. Ik zal iets minder kunnen gaan haken, maar ja, ik probeer het wel. En ja, ik krijg er wel iets moois voor terug. En als het dan straks helemaal klaar is, dan, ja, dan kan ik met volle teugen genieten, maar dan ook lekker weer kunnen haken. Tenminste, wel lekker veel. Wat we gaan doen is deze maken. Ik vond deze wel heel erg leuk met deze bolletjes. Zo. Dat vond ik wel grappig. Ik vond dit wel heel leuk om te maken. Ik weet bij God niet hoe groot dat hier wordt. Want er staat nergens. Want dit is het patroon. En er staat verder niks. Ja, hoe groot dat hier moet worden. Dat heb ik niet kunnen vinden. Ik heb dit van Printers afgezocht. Heb ik hem gevonden. En nou ja, goed. Het is een makkelijke patroon met allemaal stokjes. En samengehaakte stokjes en lossen. En hij komt uit 2016 van Diana Robotki. En van januari 2016 denk ik. Dus deze gaan we maken. Met wat voor garen ga ik het maken? Ik heb ooit een keer gekocht GB Maxi 10. Dat is in Duitsland is dit. Duitse garen. En daar heb ik twee bolletjes van gekocht. Ik denk, ik ga het gewoon een keer proberen. Het is 100% katoen. Je kunt het vergelijken met scheepjes allemaal. Dus ik ga kijken hoe dit haakt. 60 graden kun je hem wassen. Nou, mocht je hem willen hebben met deze kleur, is het 10,59. Er zit 560 meter op, is net als bij scheepjes. En je kunt hem haken met 1,5 tot 2 en breien met 2 tot 2,5. Nou, wij gaan haken. Dus ik pak haaknaald 1,5, maar je kunt het ook makkelijk wel met 1,25 doen, want zo dun is het wel. Haaknaald 1,5 en dan een speldje om de beginronde iedere keer te markeren. Ik zou zeggen, pakken jullie de spulletjes erbij en dan gaan we lekker beginnen. Gaan we beginnen met een lus om mee op te zetten. Een opzetlus. Hè. En dan gaan we 10 lossen haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dan ga je naar de allereerste steek toe en dan gaan we insteken. Dan halen we de draad over, gaan we er doorheen halen door die lus en door de lus van je haaknaald. En dan heb je hem gesloten. Nu gaan wij in deze rondje gaan we 20,5 stokjes haken. Dus ik ga nu 2 lossen doen, dat is een half stokje. Dat is de eerste. Dan gaan we omslaan, dan gaan we in de opening onze draad ophalen. Omslaan en door alle 3 lussen in 1 keer. Dat is een half stokje haken. Dat is dus nummer 2.
Dan gaan we weer omslaan, draad ophalen, omslaan door alle drie lussen. Omslaan, in de opening, draad ophalen, omslaan door alle lussen. En dit ga jij 20 keer doen. Nou, ik ga dit 20 keer doen, jullie ook, en dan kom ik zo terug en dan ga ik je vertellen hoe je hem kunt sluiten. Nou, zijn we weer aan het einde van deze ronde en dan gaan we hem sluiten. We hebben hier die twee lossen die we gehaakt hebben. En dan ga ik sluiten in die tweede lossen. En dat is gelijk onder die V-steek en daar zet ik hem vast met een halve vaste. Ik heb hier een heel jong katje, 10 weken oud, dus die loopt nog wel eens een keer door het beeld. Kijk, hier is hij. Dit is onze vee, een Devon Rex, allemaal krulletjes. Ja, ik ben nu naar de staat van onze chick te kijken. Goed, wij gaan verder. Wij gaan nu 4 dubbele stokjes samen haken, 3 stuks en nog 4 dubbele. Dus we gaan nu eerst 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Ik zal heel even mijn camera weer goed zetten. En dan gaan we dubbele stokjes maken. 4 dubbele. Dus we tekenen dan 4 keer omslaan. 1, 2, 3, 4. Dan ga je in dezelfde steek weer erin. Haal je draad op. Omslaan de 2. Omslaan de 2 en omslaan de 2 en nog een keer omslaan de 2. Dan hou je deze 2 op de haaknaald, dan ga je niks meer doen. Dan ga je weer 4 keer omslaan, 1, 2, 3, 4. Weer in dezelfde steek, draad ophalen, omslaan de 2, omslaan de 2, omslaan de 2. En de laatste omslaan de 2. Hou je 3 lussen op de lijn. Hoe vaak moest het? Ook 3 keer. Nou, dan ga je omslaan en dan door alle 3 lussen. Dan heb je een 4 dubbele stokjes samengehaakt. Nou, daartussenin gaan wij. Dan moet ik heel even kijken hoe ik dat ga doen. Dus hierop. Gaan wij 2, even kijken hoor, 4 lossen doen nu, 1, 2, 3, 4, dan gaan we weer 2 keer omslaan, dan ga je weer terug en dan ga je insteken in deze 2 draadjes, ga je omslaan, draad ophalen, omslaan door 2 en omslaan door 2. Dat is een dubbel stokje. Doen we nog een keer, 2 keer omslaan, weer terug in diezelfde steek, draad ophalen, omslaan door 2 en omslaan door 2 en dan omslaan en dan door alle 3 lussen. Dan heb je hier die dubbele stokjes gehaakt, die 4 dubbele stokjes en hier 2 dubbele stokjes. Dan gaan we weer 4 lossen doen. 1, 2, 3, 4. 2 keer omslaan. Dan weer in dezelfde steek, weer in die 2 lussen. Draad ophalen. Omslaan de 2, omslaan de 2. 2 op je haaknaald houden. Weer 2 keer omslaan. Weer in dezelfde steek weer steken. Draad ophalen. Omslaan door 2, omslaan door 2 en omslaan door 3. Dan gaan we nu weer naar beneden werken. Dit is een dakje. Dan gaan we weer 4 keer omslaan. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we 1 steek overslaan en dan ga je in de volgende je draad ophalen. Omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan de 2 en omslaan de 2. Dan heb je 2 lussen op de haaknaald. Mooi laten zitten. Weer 2, 3, 4 keer omslaan. In dezelfde steek je draad ophalen. Omslaan de 2. Omslaan de 2.
omslaan door 2 en de laatste keer omslaan door 2. Heb je 3 lussen. Weer 1 keer 1, 2, 3, 4 keer omslaan in dezelfde steek. Weer omslaan door 2, is de eerste, omslaan door 2 is de tweede, weer omslaan is de derde en weer omslaan is de vierde. Dan heb je 4 lussen, omslaan en door alle 4 lussen. En dan heb je dit gemaakt. En dat is dus met een dakje en 2 pilaatjes met een dakje. Nou, dan gaan we weer opnieuw een dakje maken. We gaan weer 4 omhoog. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we 2 keer omslaan. Dan ga je hier weer in bij die 2 lussen. Dan pak je je draad op. Omslaan door 2 en omslaan door 2. Dan ga je weer 2 keer omslaan. Weer door dezelfde steek. Draad ophalen. Omslaan door 2. Omslaan door 2, heb je 3 lussen en dan door alle 3 lussen. Oké. Nou, dan gaan we weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Vee het niet doen. Nou, is goed hè. Weer 2 keer omslaan. Dan ga je weer bij die 2 draadjes weer hier. Ga je weer in, je draad ophalen, omslaan door 2 en omslaan door 2. Heb je 2 lussen, dan ga je weer 2 keer omslaan. Dan ga je weer in diezelfde steek met die 2 lussen, ga je weer insteken. Je draad ophalen, omslaan door 2 en omslaan door 2. En dan omslaan en dan door 3 lussen. Nou, dan ga je weer 4 keer omslaan. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we weer 1 steek overslaan. En in de volgende gaan we weer die 4 stokjes aanmaken. De eerste, of 4 dubbele stokjes. Draad ophalen. De eerste keer, de tweede keer, de derde keer, de vierde keer. Dan gaan we weer 4 keer. 1, 2, 3, 4. Dan weer terug in dezelfde steek. Dit is de eerste keer, de tweede keer, de derde keer en de vierde keer. 1, 2, 3, 4 en de laatste. Oh, nou gaat hij niet goed. 1, 2, 3, 4. Draad ophalen, omslaan de 2 is de eerste, de tweede, de derde, de vierde. En omslaan door alle lussen. En dan heb je er weer in gemaakt met een dakje. Nou, dit ga je dus helemaal rond doen. En dan moet je in totaal hebben. Vee, ga eens weg. Vee, niet doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 van die, van deze. Dus 10 van deze en dan met een dakje. Nou, ik ga dat ook even doen en dan kom ik zo terug voor het gaan samen sluiten. Nou, zijn we aan het einde. Ik heb hier die 3 stokjes. Dan moeten we hem sluiten. En dan ga ik hem sluiten hier bovenop. Bij die V-steek, hier zo boven. En daar zet ik hem vast met een halve vaste. Zo. Maar nu moet ik met mijn draad moet ik naar de punt van hier. Hier moet ik komen. Dus dan gaan wij in iedere steek gaan wij een halve vaste maken. Dus we gaan door de lus van de steek en dan door de lus van je haaknaald. Dan gaan we naar de tweede. Dus je moet wel even goed kijken. Zo. Dan heb je hier de derde. Zit een beetje verstopt, maar je kunt ze wel vinden. En dan ga je hier in de vierde. Dat is die lus waar alles samenkomt. Nou, dan ga je ook een halve vaste maken. En dan zit je in de punt van waar je moet zijn. Nou, dit is een heel makkelijk rondje. We gaan 14. Dus we gaan hier eerst een losse maken. Dat noemen we een vaste. Daar doe ik mijn speldje in, want daar moet ik straks stoppen. Dus hier ga ik mijn speldje in doen. Even kijken of ik dat goed doe. Zo. En dan 14 lossen. 1. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan ga je naar de volgende punt toe en in die punt, hier in het midden, doen we een vaste maken. Zo. Dan doen we weer 14 stokjes lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan gaan we weer naar de volgende en daar doen we ook weer een vaste in. En dit ga je dus helemaal rond doen. En als je dadelijk aan het einde bent, dan kom ik bij je terug en dan ga ik hem samen weer met jullie sluiten. Nou, we zijn hier weer terug bij 14 lossen en die gaan we vastzetten in die allereerste, want dat was de vaste. En daar ga ik hem ook vastzetten met een halve vaste. Dan zet je hem gewoon zo vast. Nou, dan ga ik, wil ik in de opening beginnen. Dus ik ga hier in de opening de draad er doorheen halen. En door de lus van de haaknaald, dan zit ik in de opening. Dan gaan we in de openingen gaan wij 14 halve stokjes maken. Dus we gaan omslaan, in de opening de draad ophalen, omslaan en de drie lussen gaan. Dat is de eerste. Daar zet ik ook mijn speldje in. Dan weet ik dat daar straks weer moet eindigen. Omslaan. En de drie lussen, omslaan, draad ophalen, omslaan, de drie, omslaan, en de drie. Dat is al, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14. Dan heb je 14 halve stokjes gehaakt. Nou, en dan ga je in iedere boog ga je dat doen. Dus in iedere boog gaan we 14 halve stokjes maken. Kom ik dadelijk aan het einde, dan kom ik bij je terug en dan gaan we hem samen sluiten. We zijn aan het einde, ik heb hier die 14 halve stokjes gehaakt en dan heb ik hem gesloten in het allereerste stokje waar we net mee begonnen zijn. Dan gaan we nu naar ronde 5 en dan ga ik 2 steekjes opschuiven, dus ik ga in de volgende steek een halve vaste maken en in de volgende ook. En dan eigenlijk in de derde ook, want dan moet ik beginnen in die derde. Of moet ik in die tweede? Nee, in die tweede moet ik beginnen. Dan ga ik 4 lossen doen, dat is een dubbel stokje. 2, 3, 4. En dan in die vierde, daar doe ik dan mijn speldje in. In de vierde steekje. Dan gaan wij, daarna gaan wij 5 lossen erbij doen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry, jullie zien het bijna niet. Dan ga ik 2 stokjes overslaan en dan gaan wij 5 stokjes in 1 steek haken. Dus we gaan omslaan. Dan gaan we 2 steken overslaan. 1, 2. En in de derde, dan gaan we eerst 1 stokje haken. 1. En nog een keer. In dezelfde steek allemaal. 2, 3, 4 en de laatste is 5. Dan gaan we weer 5 lossen doen. 1, 2, nee, niet. Oh, helemaal geen lossen. Nee, joh. Dan gaan we weer 2 steken overslaan en dan gaan we in de derde gaan we weer 5 stokjes in dezelfde steek. 1, 2, 3, 4 en de laatste is 5. Dan doen we 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5.
Dan gaan we dubbele stokjes en die gaan we samen haken. Dus ik ga twee keer omslaan. Dan ga ik weer twee steken overslaan. En in de derde gaan we een half stokje omslaan door twee en omslaan door twee. En dan hou je deze twee op de haaknaald. Weer twee keer omslaan. Dan ga je naar de volgende boogje. Dan ga je de eerste twee slaan je om, over. En in de derde ga je weer een half stokje. 1 en 2. En dan omslaan en dan ga je door alle drie lussen. En dan heb je een dubbel stokje samengehaakt. Dan doen we 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Gaan we weer 2 overslaan. 1, 2 gaan we in de derde. En dan gaan we weer 5 stokjes inhaken. 1, 2, 3, 4 en de laatste is 5. En dan weer 2 lossen overslaan of 2 steken overslaan. 1, 2. Dan ga je in de derde, dan gaan we weer 5 stokjes haken. 1, 2, 3, 4 en de laatste is 5. Dan doe je 2 keer omslaan. Dan gaan we weer 2 lossen overslaan en in de derde doen we een half stokje omslaan. Door 2 omslaan door 2. 2 lussen op de haaknaald houden. Weer 2 keer omslaan naar de volgende kant. 1, 2 overslaan en in de derde ga je beginnen. Omslaan door 2, omslaan door 2 totdat je 3 lussen hebt en dan ga je door alle 3 lussen. En dan doe je weer 5 lossen. Oh, hier had ik even 5 lossen gemoeten. Momentje. Dus heb je die 5 stokjes gedaan, doe je 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dat had ik even niet gezegd. In de derde een dubbel stokje. Tot en met 2 lussen. Weer 2 keer omslaan. Naar de volgende. 1, 2, in de derde lus. Slaan door 2, omslaan door 2. Totdat je 3 lussen hebt en dan door alle lussen. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan weer 2 overslaan. En in de derde, daar gaan we weer 5 stokjes haken. Nou, en dit ga je dus helemaal rondom doen. En als je klaar bent, kom je hier. En dan gaan we hem samen, of dan kun je hem sluiten in die lus waar je de speldje of je steekmarkeerder in hebt zitten. En dan kom ik straks terug voor de volgende ronde. We zijn aan het einde gekomen van deze ronde. Dan heb ik hier weer die dubbele stokjes gehaakt. Die dubbele stokjes. Ga ze even aan de kant vegen. Zo. Nou, dan gaan we hem sluiten. En we gaan hem sluiten in de vierde lus, als het goed is. Even kijken. Ja. 1, 2, 3. In de vierde lus met een halve vaste. En dan heb je hem de ronde gesloten, dan heb je weer hier die driehoek net als hier. Nou, nu gaan wij even kijken, dan moeten we omhoog. Ja, we gaan hier nu een paar omhoog en wel 1, 2, 3. 3 steken omhoog. Dus we gaan nu in de volgende steek insteken. En dan gaan we een halve vaste in maken. 1. 2. En 3. Zo. Dan gaan we hier een stokje maken. Dus we gaan 3 omhoog. Daar doe ik een speldje omheen even. Zo. Dan doen we nog, even kijken, volgens mij 2 stokjes er nog bij. Nee, nog 1 stokje hier in de opening maken, in deze opening. Dan gaan we hier op ieder stokje een stokje maken. 1, of in iedere steek. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Even kijken of dat klopt hier. 2, 4, 6, 8, 10. Dat klopt. Dan gaan we hier in de... Ja, je mag in de opening zo gaan werken, maar je mag ook in de steken werken. Ik ga in de steken werken en dan ga ik nog twee stokjes erbij doen. In die opening of in de volgende twee steken, wat je wil. Maar ik vind dit toch iets mooier. Dan gaan we vier losse doen. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we hier naar de volgende en dan ga ik ook weer in de ene laatste hiervoor, de ene laatste een stokje en in de laatste losse ook een stokje. En dan ga je hier weer 10 stokjes haken en hier ook weer 2 stokjes extra en dan 4 losse. Nou, dit ga je dus helemaal rond doen en als je dan hier komt, dan gaan we hem even samensluiten, want dan gaat het iets anders. Goed, zijn we aan het einde. Ik heb hier die laatste stokjes gehaakt. Dan gaan we 1 losse doen. Dan pak ik mijn speldje erbij, die haal ik eruit. Dan gaan we hem sluiten in de derde lus. We gaan omslaan en we gaan een stokje haken. En die gaan we in de derde lus haken. En je gaat gewoon een stokje haken en dan zit je in het midden van de boog van 4. Wat we nu gaan doen is 3 omhoog. 1, 2, 3. Dat is een stokje. Dan ga ik heel even kijken. 1, 2, 3. En dan gaan we hier nog 3 stokjes in maken in de opening. 1, 2 en 3. En dat is dan de 4 stokjes die je er tussenin moet maken. Ik hier even mijn steekmarkeertje weer in. Dan gaan we in iedere steek gaan wij nu een stokje haken. Dus we gaan hier gewoon overal een stokje in doen. Dus in iedere steek een stokje. Dus een stokje op een stokje. Nou, dat dacht ik al dat ik hier 2 had in plaats van 1. Zo, dan moet hij hierin. Zo. Ik dacht dat ik er 2 en 1 deed. Nou, dat moeten we niet hebben. Die komen straks niet uit. Dus wij gaan hier nu gewoon overal een stokje haken. Tot aan het einde. En dan ga ik je zo vertellen wat je dan moet doen. Zo. Nou, dan kom je bij die 4 lossen. Nou, ik ga in de steek werken en ik ga hier 4 stokjes in maken. 1, 2, 3 en de laatste is 4. Nou, en dan ga je hier weer stokjes maken. Weer een stokje op een stokje. Maar je mag natuurlijk ook gewoon in de opening werken, zoals hier. Maar dan kun je het verschil zien hoe dat eruit ziet. Deze is mooier. Ga je helemaal rond doen. En als we klaar zijn, dan mag je hem gewoon sluiten in de derde lus met een halve vaste. En dan kom ik straks terug voor de volgende ronde. Nou, we zijn weer aan het einde van die ronde. En ik heb hem hier weer gesloten in de derde lus van onderen. Dan gaan we nu weer verder met stokjes haken. We gaan weer 3 omhoog. En dan gaan we nu 10 stokjes in geheel achter elkaar doen. Met deze erbij is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. En 10. Dan doen we 3 lossen. En dan gaan we 18 stokjes achter elkaar doen. En gewoon gelijk bij de eerste steek verder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en de laatste is 18. En dan doe je weer 3 lossen en dan ga je weer 18 van die stokjes haken. Nou, dan ga je helemaal rondom doen en als je hier zo meteen bent, heb je hier nog 8 stokjes aan deze kant en dan zet je hem weer vast. Kom je nou niet helemaal uit, is het ook geen probleem. Dan ga je een beetje sjoemelen. Maar ik ga zo kijken of ik eruit kom. Ik ga hem klaarmaken. En dan kom ik zo terug. En dan gaan we naar de volgende ronde. Goed, we zijn bij het einde van deze ronde. Ronde 9 gaan we nu. Ronde 8 bedoel ik. Dan gaan we nu naar ronde 9. En dan gaan we weer 3 lossen doen. Dat is weer een stokje. Dan ga ik hier weer een speldje omheen doen. Nou, de kleine rakketje die slaapt. Die kan ons even niet storen. Dan gaan we 8 stokjes maken met deze erbij. Dus we gaan hier 8 stokjes nog doen. 1. En dit is 2. 3. 4. 4, wacht even. 4, 5, 6, 7 en de laatste is 8. En als het goed is, heb je dan 2 overslaan. Ja, dat klopt. Dan gaan we 3 lossen doen. Dan gaan we hier in de middelste steek, dus in de tweede steek, daar gaan wij 3 stokjes in haken. 1. 2 en 3. En dat doe je allemaal in dezelfde steek. Zo. Dan gaan we weer 3 lossen doen. Dan gaan we 2 stokjes overslaan en dan gaan we in de derde beginnen. En dan gaan we helemaal naar het einde toe tot op de en dan 2 stokjes gaan we niet haken. Dus we zijn op nummer 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en de laatste is 14. En dan hou je er weer 2 over. Dan gaan we weer 3 lossen doen. Dan gaan we weer in de middelste, dus in de tweede steek. En dan gaan we 3 stokjes in maken. 1, 2 en de laatste is nummer 3. En dit ga je dus helemaal rond doen. Totdat je weer hier bent en dan zet je hem vast met een halve vaste. En dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 10. We zijn aan de ronde van ronde 9. Ik heb hem gesloten in de derde lus. Gaan we nu naar ronde 10. En dan gaan we weer 3 omhoog. Is een stokje. Dan gaan we in de begin en aan het eind weer 2 stokjes minderen. Dus we gaan nu in totaal moeten wij
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 haken, dus 6 stokjes haken. En die laatste twee die gaan we weer overslaan. Dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. Nu gaan we in het eerste stokje van de 3 stokjes, daar gaan we weer 3 stokjes in haken. Dus 3 stokjes in dezelfde steek. In het eerste stokje van de eerste 3 die we al gehaakt hebben. Zo. Dan gaan we 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we naar het laatste stokje en dan gaan er ook weer 3 in. Dus in het laatste en het eerste stokje gaan we 3 stokjes in maken. En daartussenin 5 lossen. 3. Dan gaan we weer 3 lossen doen. Kom je weer bij al die stokjes aan. En al die stokjes gaan bij de eerste 2 gaan we overslaan. En dan gaan we 10 stokjes achter elkaar doen. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en de laatste is 10. Dan gaan we weer 3 lossen doen. En dan heb je ook weer 2 stokjes overgeslagen. Dan gaan we in het eerste stokje weer 3 stokjes in maken. 1, 2, 3. 5 lossen. 3, 4, 5. En in het laatste stokje gaan we ook weer 3 stokjes in haken. 1, 2 en 3. En dan weer 3 lossen. En dan weer 10 stokjes achter elkaar. Dan ga je de eerste 2 ga je overslaan. En dan heb je dit als voorbeeld. Als je weer hier bent aan het einde, zet je hem weer vast in de derde lus. Met een halve vaste. En dan kom ik straks terug voor ronde 11. Nou, zijn we weer aan het einde. Ik heb hem weer gesloten in de derde lus van onderen. Dan gaan we verder met ronde 11. En we gaan weer 3 omhoog is een stokje. Zo. Dan gaan we net als de vorige ronde de eerste 2 en de laatste 2 niet haken. Maar nu gaan we eerst hierna nog 3 stokjes erachter haken. Dus we gaan in de volgende steek. Dus de eerste 2 en de laatste is 3. En dan hou je 2 stokjes weer over. Dan gaan we 3 lossen doen. Dan gaan we in het eerste stokje van de 3 stokjes weer 3 stokjes haken. 1, 2 en 3. Dan gaan we 3 lossen doen. Dan gaan we naar het boogje van die 5 lossen. Gaan we in de derde steek, in het midden, dan gaan we een stokje doen. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, omslaan. En in dezelfde steek doen we nog een stokje. Een soort V-steek met 5 lossen ertussen. Zie je dat? Daarna weer 3 lossen. Dan gaan we naar het laatste stokje van de 3. En daar doen we weer 3 stokjes in. 1, 2 en 3. Weer 3 lossen. 2 stokjes overslaan in het derde stokje. Dan gaan we een stokje haken. En dan gaan wij in totaal 6 stokjes achter elkaar doen. 1, 2, 3, 4, 5. En de laatste is 6. Dan gaan we 3 lossen doen. In de eerste stokje van de 3 doen we 3 stokjes in. 1, 2
3 lossen, omslaan in de derde lus van die 5, daar gaan we een stokje maken, 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5, in dezelfde steek doen we nog een stokje, daarna doen we 3 lossen, dus het regent hier, zo. En dan gaan we in de laatste stokje weer 3 stokjes haken. 1, 2 en de laatste is 3. Dan gaan we weer 3 lossen doen. En dan gaan we hier weer 6 stokjes achter elkaar haken. En dan herhaal je weer hetzelfde wat je hier hebt gedaan. En hier. Nou, ben je weer aan het einde, zet je hem weer vast met een halve vaste en dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 12. Zijn we weer aan het einde van die ronde, gaan we nu naar ronde 12 en we gaan weer 3 omhoog. Is een stokje. Ik doe dan mijn speldje weer even omheen. En dan gaan we nog 1 stokje ernaast doen. En dan hebben we 2 stokjes achter elkaar. Dan heb je de laatste 2 heb je overgeslagen en de eerste 2. Dan gaan we nu 3 lossen doen. Dan gaan we hier in het eerste stokje van die 3, daar gaan we weer 3 stokjes in maken. 1, 2, 3. Dan gaan we weer 3 lossen doen. En dan gaan we 10 stokjes in dit boogje haken. In dit boogje gaan 10 stokjes in. Dus we gaan hier gewoon in de opening. Je kunt ook in de steken werken, want je hebt 5 steken. En dan ga je in iedere steek ga je 2 stokjes haken. Ik ga dat even proberen kijken hoe dat eruit ziet. Dit is de eerste. Dit is nummer 2. In de volgende is 3. Dit is 4. Vijf. En dit is 6. Zeven. Acht. En de laatste is in het vijfde lossen. En dat is 10. Nou, klopt als een bus. Kijk, en dan ziet het er zo uit. Zou je nou hier in de opening gaan, dan zie je niet dat hele mooie lijntje zo. Dus ik ga dit zo doen. Dan gaan we weer 3 lossen doen. Dan gaan we in de allerlaatste steek van die 3, daar doen we weer 3 stokjes in. 1, 2 en 3. Dan weer 3 lossen, 2 overslaan, in de derde een stokje en in de vierde een stokje. En dan gaan we weer 2 overslaan, 3 lossen doen. In de eerste van de 3 stokjes, daar gaan we weer 3 stokjes in maken. 1, 2, 3. 3 lossen doen. En dan ga je die 10 stokjes weer haken en dan herhaal je deze punt. Ben je weer aan het einde, zet je hem weer vast in de derde lus met een halve vaste en dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 13. Nou, daar zijn we weer. Einde van ronde 12, gaan we nu naar 13 en dan gaan we weer 3 omhoog. Zo, hier doe ik weer mijn speldje even in. En dan ga ik weer een stokje ernaast doen. Zodat je weer 2 stokjes achter elkaar hebt. Zo. Zo. Dan gaan we 3 lossen, 2 lossen doen, sorry. 2 lossen. Dan kom je weer bij die 3 stokjes aan. En dan gaan we in de eerste stokje weer 3 stokjes haken. 1. 2. De tweede is niet goed gegaan. Twee. En drie. De camera staat niet.
Helemaal goed. Dan doen we 3 lossen. 1, 2, 3. Dan gaan we hier overal een stokje opmaken. Dus gewoon 10 stokjes. Met 1 losse ertussen. Dus in iedere stokje doe je een stokje. En 1 losse ertussen. Zo. Zo, de laatste. 3 lossen. Dan ga je hier weer aan het einde weer 3 stokjes haken. Aan het einde van die andere 3 stokjes. 2, 3. Zo. 2 lossen. En dan doen we hier weer 2 stokjes achter elkaar. En dan weer 3 lossen. Oh. 1, 2, 3. En dan gaan we hier weer in de eerste stokje weer 3 stokjes haken. 1, 2, 3. Hierna geen 3, hier moet je 2, sorry. Dus hierna doe je 2. Wacht even, ik haal even die 2 lossen ertussen uit. Zo. Wacht, die 2 stokjes. Want daartussen moeten 2 lossen en dan 2 stokjes. 1, 2, 2 lossen. En dan doen we 3 stokjes weer in het eerste stokje van de 3 stokjes. En dan ga je weer het herhalen wat we net gemaakt hebben. Met deze. Dus 3 lossen. En dan 10 stokjes met een losse ertussen. En dan herhaal je weer wat je net gedaan hebt. Ben je weer klaar, zet je hem weer vast in de derde lus. En dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 14. Nou, zijn we weer aan het einde van de ronde 13. Gaan we nu naar 14. En dan gaan we bij ronde 14 weer 3 losse haken. Die zetten we vast. Dan ga ik weer 2 stokjes hier haken. Dan ga ik 2 lossen doen. Dan gaan we weer in de eerste stokje van de 3 gaan we weer 3 stokjes doen. 1, 2, 3. Dan doen we 3 lossen. Dan gaan we weer een stokje op een stokje haken en in plaats van 1 losse ertussen doen we 2 losse ertussen. 2, een stokje, 2, een stokje, 2, een stokje, 2, een stokje, 2. Stokje, 2, stokje, 1, 2, stokje, 2, stokje, 2, stokje. Dan doen we 3 lossen. Dan gaan we in het laatste stokje van die 3, daar doen we 3 stokjes in. 1, 2 en 3. 2 lossen. En weer 2 stokjes. Twee lossen. En dan gaan we weer in het eerste stokje. Van de 3 weer 3 stokjes haken.
En dan ga je weer herhalen wat je net gemaakt hebt. 3. En dan 3 lossen. En dan gaan we die stokjes weer maken met 2 lossen ertussen. En dan ga je ze herhalen. Kom je weer dadelijk aan het einde, zet je hem weer vast in de derde lus met een halve vaste. En dan kom ik zo terug voor ronde 15. Nou, daar zijn we weer. Einde van ronde 14 gaan we nu naar 15. En 15 gaan we weer 3 lossen doen. Dat is een stokje. En dan gaan we weer een stokje erbij doen. Zo. Dan gaan we 3 lossen doen. Of 2 lossen, sorry. 2 lossen. Dan gaan we bij die 3 stokjes, dan gaan wij in de eerste stokje weer 3 stokjes in haken. 2 en 3. 2 lossen. En dan gaan we hier een stokje in maken. Nu gaan we even iets heel wat anders maken. Dan heb je hier een stokje. Dan gaan we weer 3 lossen doen. En ik hou mijn duim extra bij die 3 lossen. Dan sla ik om, ga ik weer terug naar de eerste steek en dan halen we onze draad er doorheen. En dan omslaan door 2. En dan hou ik 2 lussen op de lijn. Dan ga ik weer een keertje omslaan. Ga ik weer terug naar de vorige, naar dezelfde steek. Weer je draad ophalen, omslaan door 2. Omslaan door 2 en omslaan. Nee, niet omslaan door 2. Oh, wacht even. Je moet je samen haken. Dan heb je 4 lussen en dan ga je door alle lussen in 1 keer. En dan krijg je een dakje, een soort dakje. Dan ga je weer hier een stokje op een stokje maken. Nou, dan gaan we weer 3 lossen. 1, 2, 3. Omslaan. In die steek van die 2 lussen. Draad ophalen, omslaan de 2, nog een keer weer omslaan, weer een keertje terug, omslaan, door 2 heb je 3 lussen, omslaan door 3. Zo maak je een dubbel stok of een stokje samengehaakt met een dakje. Nou, dan gaan we weer een stokje maken. Gaan we weer 3 lossen, 1, 2, 3, omslaan. Deze 2 lussen pakken, draad er doorheen, omslaan door 2, nog een keer omslaan, weer door dezelfde steek, draad er door, omslaan door 2, heb je 3 lussen, omslaan door 3 lussen, omslaan en dan ga je hier weer een stokje maken, 2, 3, en dan ga je hele leuke dakjes maken. Dat is even wat anders, hè? Dan gewoon stokjes haken. Zo, 1, 2, 3. Omslaan. Andere 2 lussen. Omslaan de 2. Nog een keertje. Weer een keer omslaan de 2. En dan de 3 lussen. Dan gaan we hier het stokje weer doen. 1, 2, 3. Weer omslaan. Door 2, omslaan. Door 2, omslaan. Door 2. En dan heb je de 3. En dan door alle 3 lussen. En dan weer hier een stokje. Het is wel iets meer werk. 1, 2, 3. Omslaan. Dit zal vast een naam hebben. Ik weet het niet. Ik noem het gewoon dakjes. Omslaan en dan weer een stokje gewoon horizontaal. Dan weer 3 lossen. En weer een half stokje. Omslaan. Omslaan door 2 en dan weer 3. Dan weer een stokje. Dan 1, 2, 3 weer. Omslaan door 3 en dan het laatste stokje.
Dan heb je allemaal dakjes gehaakt. Ziet er best leuk uit. Dan gaan we weer twee lossen doen. 1, 2. Dan gaan we in de eerste, in de laatste stokje weer drie stokjes haken. 1, 2, 3. Twee lossen. Hier weer twee stokjes. 1, 2. Twee lossen. En dan ga je hier weer in de eerste stokje weer drie stokjes haken. 1, 2. 3, 2 lossen en dan ga je de stokjes met de dakjes weer maken. En dat ga je helemaal herhalen totdat je weer hier bent. Zet je hem weer vast met een halve vaste. En dan kom ik straks terug en dan naar ronde 16. Nou, zijn we weer. Einde ronde 15 gaan we in de 16. En dan gaan we weer 3 lossen doen. En weer een stokje. Erachteraan, zodat we weer twee stokjes krijgen. En daar komt onze vee even kijken. En er is nog een hele kleine kat, een rex. En die vindt het allemaal leuk. Die kan overal mee spelen met een pen, met een stukje blaadje, met een kabeltje, met alles. Nee, niet in die kabel bijten. Nee. Ga je even in die kabel? Oh. Zo. Nou is even klaar. Goed, we hebben twee stokjes gedaan. Dan gaan we twee lossen doen. En dan gaan we hier bij die drie stokjes in de eerste weer drie stokjes haken. 1, 2 en 3. Dan gaan we drie lossen doen. En nu gaan we dubbele stokjes haken. En we gaan als eerste hier op het eerste stokje, wat je hier ziet, een dubbel stokje. Dus je gaat twee keer omslaan. Ga je in die steek steken van het stokje. En dan gaan we drie keer omslaan en om door twee lussen. En dat is een dubbel stokje. Dan gaan we weer een dubbel stokje in de volgende stokje maken. Dus we gaan weer twee keer omslaan. En dat is hier dan de tussen. En daartussen zie je dus dan ook de steek. En daar gaan we weer een dubbel stokje haken. Na die dubbele stokje gaan we vier lossen doen. En dan gaan we dadelijk weer een dubbel stokje maken in dezelfde steek wat we net gestoken hebben. Dus we twee keer omslaan. Dan haal je hem heel iets uit elkaar, want dan kun je het zien. En daar gaan we ook weer een dubbel stokje in maken. Zo. Dan heb je een V-steek met dubbele stokjes. Nou, dan gaan we weer. Dat doen we tot aan het einde. Tot de ene laatste. Dus we gaan nu weer twee keer omslaan. Naar de volgende steek. Heel iets uit elkaar trekken. En dan kun je vinden een dubbel stokje. Vier lossen. Weer dubbel stokje, dus twee keer omslaan en dan drie keer omslaan en dan twee lussen. En dan weer twee keer omslaan en de volgende, vier lossen, twee keer omslaan en weer een stokje. We zijn nu even kijken, 3 weken nu in dit huis. 3 weken nu. Dat we de sleutel hebben, zeg maar. En we zitten nu lekker erin. En we zijn echt aan het genieten. Af en toe denk ik nog steeds, het lijkt wel vakantie, maar nee, het is echt waar. Ja, ik ben ook nog niet naar de oude huis gereden, per ongeluk. Dus dat scheelt dan ook wel weer. Zeker dat je het niet echt mist, maar dan mis het Nick ook niet. De buurt ook niet. Want het is een appartementencomplex, dus ja, daar heb je weinig contacten met de buurt. Tenminste, wij wel.
Er zaten meer jongeren dan ouderen, zeg maar, van onze leeftijd. 1, 2, 3, 4. En ik ben toch ook alweer 52 nu. Ja. Zo. Dan gaan we weer twee keer omslaan naar de volgende. 4 lossen. En dan weer een dubbel stokje. Zo heb je wel alle variaties in dit kleedje. Je hebt een dakje gemaakt, de dubbele stokjes en V-steken. En wie weet wat er nog meer allemaal op ons pad komt hier. 1, 2, 3, 4. Want ik heb hem nog niet zo goed bekeken, het patroontje. En dan weer twee keer. Ik vind het altijd leuk als je een patroontje hebt, maar er zit nog geen voorbeeld bij. Dat vind ik altijd wel spannend. Zo. 1, 2, 3, 4. En dan weer een dubbel stokje in deze. Zo. Nou, dat is de ene laatste. En de laatste gaan wij gewoon 1 dubbel stokje haken. Dus helemaal geen lossen meer tussen. Nou, dan hebben we dit gedaan. Dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. En dan gaan we in het laatste stokje weer 3 stokjes inhaken. Deze garen is die Duitse garen. Hè. Hij krult net als bij scheepjes. Ik vind dat zelf persoonlijk niet zo fijn. En ik had al een ander filmpje gemaakt toen. En dat was heel zachte katoen. En ja, dat had je dat dus niet. Ja, dus gaan we nu weer 2 lossen doen. Dan gaan we hier weer 2 stokjes maken. 2. Weer 2 lossen. En dan ga je in het eerste stokje weer 3 stokjes haken. 1. 2. 3. En dan gaan we weer 3 lossen doen. En dan ga je dit weer herhalen. De dubbele stokjes. En als je weer aan het einde bent, zet je hem weer vast met een, halve vaste in de derde lus. En dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 17. Goed, zo aan het einde van ronde 16 gaan we nu naar 17. En dan gaan we weer 3 omhoog is een stokje. En dan gaan we in de volgende ook weer een stokje maken. Pak ik mijn speldje even weer. Nu zet ik vast. Dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. En dan gaan we deze 3 stokjes die gaan we samen haken. Dus we gaan in de eerste steek draad ophalen, omslaan naar 2. Weer omslaan, draad ophalen, omslaan naar 2. Draad ophalen, omslaan naar 2. En dan de 4 lussen tegelijk. Dan gaan we 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je hier naar het eerste boogje met die 3 lossen. En dan ga je in de tweede lossen een vaste zetten. En je mag ook in de opening werken, wat je wil. Ik ga in de steek. En dan zetten we een vaste in. Dan gaan we weer 5 lossen doen. 3, 4, 5. Dan gaan we naar de volgende. En daar doen we ook weer in de tweede lus een vaste. Dat is de eerste. Nou, dan gaan we 7 keer doen. Dit is de eerste. 1, 2, 3, 4, 5. En de volgende is de tweede. 1, 2, 3, 4, 5. En de tweede. 3. Vier. 1, 2, 4, 5, 6, als ik het goed heb. Weer 5 lossen. Met een vaste. Nog eentje. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. En dan hebben we, en dan tel ik deze niet mee,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat klopt. En dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kom je weer bij die 3 stokjes aan en die gaan we samen haken. Dus de eerste, de tweede en de derde. En dan omslaan door 4 lussen. Daartussenin gaan we 3 lossen doen. 2 stokjes achter elkaar. 1, 2. Dan weer 3 lossen. En dan deze 3 stokjes samen haken, de laatste 3. En dan 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan ga je weer hier bij de eerste boogje in de tweede een vaste zetten. Nou, en dat ga je nu helemaal rond doen. Dan ga je dit weer herhalen. Ben je weer straks aan het einde van de ronde, zet je hem weer vast in de derde lus en onder hem een halve vaste. En dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 18. Goed, zijn we aan het einde van ronde 17, gaan we nu naar 18 en dan gaan we nu 4 lossen doen. Zo. Dan gaan we in dezelfde steek nog 2 keer een dubbel stokje haken. Dus je gaat er 2 keer omslaan in dezelfde steek. En dan gaan we omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Weer 2 keer omslaan in dezelfde steek nog een keertje het dubbele stokje haken. Doe ik bij de eerste even een speldje in. Dan doen we 2 lossen. Dan gaan we naar het volgende stokje en dan gaan we ook 3 dubbele stokjes in maken. 1, 2 en 3. Dan doen we 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we 5 stokjes in het eerste boogje maken. Dus niet in deze, in de allereerste, want dat is het opstukje. Dus in de tweede boogje dan. En dan gaan we 5 stokjes inhaken. Dus ik ga gewoon om de lossen heen. Omdat je maar 4 lossen hebt gemaakt en ik heb er 5 nodig. Dus dan ga ik gewoon er omheen. Er zijn 5 stokjes. Daartussen gaat 1 lossen. En dan gaan we weer in de volgende opening 5 stokjes haken. 1, 2, 3, 4, 5. 1 lossen. 5 stokjes. 1, 2, 3, 4. De laatste is 5. Dan weer 1 lossen. En 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 lossen en weer 5, 1, 2, 3, 4 en 5, 1 lossen en weer 5. 1, 2, 3, 4, 5, en 5 lossen, 1 lossen, sorry, en dan hier ook weer de laatste, is dat de laatste trouwens, ja, 5 stokjes, 1, 2, 3, 4, de laatste is 5. En dan 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kom je weer hier terecht. Deze, daar gaan we overslaan. We gaan gelijk door naar deze 2 stokjes. En hier gaan we dan weer die 3 dubbele stokjes inhaken. Dus in de eerste stokje, we gaan dus 3 dubbele stokjes in, 1, 2, 3,
2 lossen. En in de volgende ook weer 3 dubbele stokjes. 1, 2 en de laatste is 3. En dan doe je weer 5 lossen. Oh. En dan ga je weer dit herhalen. En als je weer hier komt, zet je hem vast in de vierde lus met een halve vaste. En dan kom ik zo terug en dan ga ik naar ronde 19. Zo, daar zijn we weer. Einde van ronde 18 gaan we nu naar 20. En dan gaan we weer 4 omhoog. Dus een stokje, een dubbel stokje. Dan gaat een speldje in. En dan gaan we nog 2 dubbele stokjes haken achter elkaar. Dus in de volgende, dan doen we weer een dubbel stokje in. En weer 2 keer omslaan. En in de volgende ook weer. Dan doen we 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan heb je hier drie stokjes, dubbele stokjes. En dan gaan we ook weer een dubbel stokjes opmaken. 1, 2. En de laatste is 3. Dan gaan we 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kom je hier bij deze 5 stokjes aan en die gaan we samen haken. Dus we slaan om. We gaan in de eerste steek steken. Omslaan de 2. Weer omslaan naar de tweede toe. Omslaan de 2, weer omslaan naar de derde, weer omslaan naar de volgende en weer omslaan naar de laatste. En dan heb je 2, 4, 6 lussen en dan ga je de alle 6 lussen. Daartussen doen we 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we weer deze 5 samen haken. 1, 2, 3, 4 en 5. En de alle lussen. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En deze 5 weer samen maken. 1, 2, 3, 4, 5. Omslaan de alle lussen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we hier weer. 1, 2, 3, 4, 5. Omslaan door alle lussen. 1, 2, 4, 5. Ook weer 5 samen haken. 1, 2, 3. 4, 5 en dan weer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we deze weer samen haken. 1, 2, 3, 4 en de laatste is 5. Omslaan en dan weer 5 lossen. 1, 2, 3. 4, 5 en de laatste 5 samen haken. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we nu weer 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je hier weer die 3 dubbele stokjes haken. 1, 2 en 3. 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan ga je hier weer die 3 dubbele stokjes haken aan de andere kant. 1, 2 en de laatste is 3. En dit ga je dan helemaal rond doen.
En dan ga je alles weer herhalen. Nou, als je weer klaar bent, dan zet je hem hier weer vast met de derde lus met een halve vaste. Dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 20. Dan zijn we weer aan het einde van ronde 19 en dan gaan we nu naar ronde 20. En dan gaan we weer 4 lossen doen, dat is een dubbel stokje. Dan doe ik mijn speldje weer omheen. En dan gaan we hier weer gewoon nog weer een dubbel stokje op een dubbel stokje maken. Zodat je weer 3 dubbele stokjes in het begin hebt. Zo. Dan gaan we 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we hier in deze opening 5 stokjes haken. Dus ik ga gewoon weer om de lus heen. Of om de steken heen, dus niet erin. 1, 2, 3, 4 en 5. Dan gaan we weer 5 lossen doen. 3, 4, 5. Dan gaan we hier weer 3 dubbele stokjes haken. Zo. Dan gaan we weer 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kom je bij dit boogje aan en hier gaan we 5 stokjes weer inhaken. 1, 2, 3, 4 en 5. Dan gaan we 1 lossen doen. En dan ga je naar de volgende boogje en dan gaan ook weer 5 stokjes in. 1, 2, 3, 4, 5, weer 1 lossen en weer 5 stokjes. 1, ik heb bijna vakantie, het is nu donderdag, vrijdag, zaterdag moet ik nog even werken. En dan heb ik 3 weken vakantie, oh wat heerlijk, niks hoeft, alles mag, lekker in het nieuwe huis. Weer 1 lossen, weer 5 stokjes. En nou ja, goed, ik denk dat mijn oprit dit in deze vakantie komt. En dus dat is ons projectje. We gaan nog een dagje uit met alle kinderen, de kleinkinderen en de kinderen. We gaan naar Hellendoorn, we hebben gisteren kaartjes voor gehaald. Ontzettend leuk. Ook weer 1 lossen en weer 5. Ik ga het net zo lang door totdat je alle boogjes hebt gehaald. Zo, weer 1 lossen. Weer 5 stokjes. Dus dat is heerlijk. Ja, ik kan er echt van genieten nu. 3. Eindelijk klaar. Even geen moeten werken. En het is vrijwilligerswerk wat ik allemaal doe. Hè. Het is geen betaalde baan. Maar het lijkt wel een betaalde baan. Ik ben al gestopt met het waslabelen deed ik altijd. Op de dinsdag, maar het werd gewoon te veel en het was ook niet meer leuk. Degene wie altijd er was, die is met pensioen gegaan. En niemand neemt de verantwoording, ja. En ja, dat, ik zeg, ik heb hier geen zin meer in. Dus daar ben ik mee gestopt. En dat voelt ook al een stukje rust, maar lekker. Zo kan ik iets meer lekker haken, eindelijk. Gaan we weer 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan kom je hier weer bij die dubbele stokjes aan. En hier gaan we weer dubbele stokjes inhaken. Dus weer 3 dubbele stokjes achter elkaar. 1, 2, 3. Dan ga je weer 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan ga je hier weer 5 stokjes haken. En dan ga je het herhalen wat we net gedaan hebben. Ben je weer hier zo meteen aan het einde, zet je hem weer vast met een halve vaste en dan kom ik straks terug voor ronde 21.